Dames en heren. Afgelopen nacht daalde de temperatuur in grote delen van Nederland tot iets onder het vriespunt. En dus moest de autoruiten krabber er weer bijgepakt worden vanmorgen vroeg. En ook vanavond, als je later vanavond op pad gaat, is het niet ondenkbaar dat je toch weer de autoruiten moet gaan krabben. Het was vannacht helder in grote delen van het land. En op de satellietbeelden zien we dat ook vanmorgen nog op veel plaatsen de zon uitbundig doorbrak. Er was alleen wat meer bewolking aanwezig boven het zuiden van Limburg en ook boven de Noordzee. Dat zijn stapelwolken. Daaruit vallen ook een aantal buien, maar tussendoor. Door dus een strook wat prachtig is opgeklaard. En die buitjes die kunnen we ook terugzien op de regenradar. We zien ze het noorden en uiterste noordwesten van het land aandoen. Het zijn kleine, minuscule buitjes die kortstondig aanhouden. Dus nee, een verregende dag wordt het zeker niet in dat noordwesten van het land. Maar er kan dus wel een enkele bui vallen. Elders dus vooral heel veel zonneschijn. Er zullen vanmiddag wel wat wolken verschijnen. Niet al te veel wind. De wind die neemt in de loop van de dag nog wat in kracht af. En uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 7 of 8 graden vlak aan zee, misschien nog een graadje of 9. Vanavond dan gaat het in eerste instantie onder de opklaringen flink opklaren. Het weerbeeld wordt op dit moment bepaald door een drukgebied ten westen van Ierland. Daaromheen met een noordelijke wind, de aanvoer van vrij koude lucht, maar als we op de Noordzee kijken, dan zien we ook bewolking klaar liggen en dat komt in de loop van de avond en nacht op het land binnenschuiven. Daar valt zelfs een beetje misere regen uit en ook morgen dan hebben we nog lange tijd met die wolkenvelden te maken, dus zo zonnig als vandaag wordt het morgen absoluut niet. Maar vanavond hebben we dan alleen nog maar in het noorden van Nederland te maken met die wolkenvelden. In de rest van Nederland Enige bewolking, maar vooral ook opklaringen en een snel dalende temperatuur tot richting het vriespunt. En dus moet je vanavond laat. Plaatselijk alweer, als je nog even op pad gaat, de autoruiten krabben. Maar vannacht verandert er het de een en de ander. De bewolking vanuit het noorden neemt verder toe. Er kan zelfs een beetje miezerregen uitvallen. Dit ziet er wel heel desastreus uit, maar het is een beetje gemiezer. In het zuiden, daar blijft het het langst opgeklaard. Met in Zuid-Limburg temperaturen die echt nog wel even een tijdje onder nul dalen. Maar morgenochtend vroeg alweer boven nul zijn gekomen. Dus morgenochtend hoef je de autoruiten niet meer te krabben. Dan is alles gewoon ontdooid en valt er gewoon een beetje miseregen regen bij temperaturen ruim boven nul. En ook morgen kan het nog een beetje miseren, zo her en der de droge momenten overheersen. De bewolking overheerst ook. Maar af en toe zien we even een knipoog van de zon. En bij weinig wind loopt dan de temperatuur op naar een graad of 10. Fijne dag verder.